In deze film aandacht voor gesplitste tinten. Wanneer je naar een foto kijkt, dan heb je daar natuurlijk het onderwerp in, maar zeker zo belangrijk is het licht. En in deze foto staat een man in een donkere steeg onder wat lantaarns. En daar heb je dus hooglichten in, bij de lantaarns en op de grond. En je hebt ook donkere partijen, oftewel schaduwen. En deze partijen kun je kleuren. En dat doe je met gesplitste tinten. Dat vind je hieronder. En als je daarop klikt, dan krijg je het volgende venster. Je ziet twee groepen. Je ziet de groep Hooglichten en je ziet de groep Schaduwen. En de balans daartussenin. En iedere groep is weer onderverdeeld in kleurtoon en verzadiging. In principe, met kleurtoon, als je daar in eerste instantie aan trekt, dan gebeurt er helemaal niks. En dat klopt ook wel, want de verzadiging staat op nul. En oranje in het grijs is net zo grijs als blauw in het grijs. Dus als je aan de verzadiging trekt, dan zie je dat er iets gebeurt. Je ziet dat mijn kleurtje een klein beetje verandert. En je ziet dat er blauwe hooglichten in de foto komen. Trek ik nou aan de kleurtoon, dan zie je wel dat er iets gebeurt. Maar je ziet dat dit alleen in de lichte partijen gebeurt. Het gebeurt alleen in de hooglichten. De schaduwen blijven ongemoeid. En dat kan ik hieronder weer regelen. Dus als ik de verzadiging omhoog zet en ik trek aan de kleurtoon. Dan zie je dat er iets met mijn schaduwen gebeurt. Ik zal even bij de hooglichten een andere tint kiezen zodat je een verschil ziet. Nu zijn mijn schaduwen eigenlijk een beetje blauw-paarsig en mijn hoogtinten zijn een beetje groen-gelig. Je hebt hier ook nog gewoon een, een kleurenpikker en dan kun je wat uh, makkelijker kiezen. En blauw in de schaduw en geel in de hooglichten dat doet het altijd wel goed. En in principe heeft het dus alleen maar invloed op bepaalde gebieden. En je kunt een balans maken tussen die twee gebieden. Want dat is waar die middelste slider voor is. Duw je hem iets naar links, dan ga je iets meer accent leggen qua middentonen op de schaduwen. En duur je hem naar links, dan ga je juist iets meer andersom werken. De middentonen krijg je dan iets meer accent van de hooglichten. En zet je hem helemaal op het einde. Dan draai je natuurlijk gewoon alles door en krijg je stiekem maar één tint. En je moet daar een klein beetje in schipperen wat je dan lekker vindt. Maar dit was gebaseerd op een foto die eigenlijk al gewoon vrij grauw was en gewoon al vrij uniform qua kleuren. Als ik het effect bijvoorbeeld uitzet, dit lijkt haast wel een zwart-wit foto. Hoe zit dat dan bij een kleurenfoto? Ga ik je ook laten zien. Ook bij een kleurenfoto kun je gewoon met gesplitste tinten werken. Als ik bijvoorbeeld weer zeg van nou, ik, uh, ik wil wat rode tinten in de hooglichten en ik wil groene tinten in de schaduwen. Nou, dit is natuurlijk nog geen gezicht. Maar ik kan daar een nette balans in vinden. Door gewoon de verzadiging een stuk terug te zetten. En bijvoorbeeld wat te spelen met mijn balanssnijder. Je ziet het ook in een kleurenfoto. Kun je dus gewoon heel snel met gesplitste tinten een totaal ander gevoel in je foto brengen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.